De buikspek die hier ligt, hebben we nog het zwoerd aan laten zitten. Kan je natuurlijk bij de slager er ook af laten halen. Maar je product, als je gaat slowcooken, kan natuurlijk sperrip zijn, chuck roast, brisket, allerlei lekkere dingen. Haal je bij je slager, want bij de supermarkt ligt dat niet. Kwaliteit is natuurlijk ook weer van belang. Mooi stukje vlees kopen en dan lekker kruiden. De rub is eigenlijk een droog kruidenmengsel. Zout kan van alles in zitten. Je hebt enorm veel verschillende specerijen en kruidenmengsels die er op de markt zijn. Allemaal met een aparte smaakeigenschap. Dit is een hele zoete variant. Die buikspek gaan we zoetig marineren. Zout, zoet, er zit wat pitje in. En we gaan hem met rode wijn gaan we die laten roken en gaan we die laten garen. De rub mag redelijk royaal eroverheen gestrooid worden. Helemaal invrijven. Zorg dat alle kiertjes en gaatjes een klein beetje bedekt zijn met de rub. Lekker invrijven. Hoe langer je dit van tevoren doet, hoe langer de rub de tijd heeft om echt door te dringen tot je vlees. Zorg dat die smaken helemaal tot de kern komen, heb je ongeveer 24 uur nodig. Dus dit ga je eigenlijk een dag van tevoren doen. Als die goed gerubt is, alle kruiden zitten erop, kan je gewoon terug in de koelkast leggen. Terug in de koelkast en een dag later steek je je kamado aan en dan ga je lekker garen. Nou, we hebben natuurlijk geen 24 uur de tijd om te wachten, dus we gaan hem nou gelijk erop leggen. Daarom hebben we natuurlijk een ander stuk. Ik ga dadelijk een stukje over rook uitleggen. Ik ga hier alvast wat rode wijn in doen. Rode wijn, wat ik nou toevoeg, geeft zeker niet alleen smaak af, maar is ook voor de luchtvochtigheid. Ja, wil jij hem open doen? Ja, zeker. De convector ligt erop en die is warm. Dus we hebben hem aangestoken. Eerst even op temperatuur brengen, daarna gaat de convector erop. Als je de convector erop plaatst, dan zal die terugzakken in temperatuur. Het kan ongeveer 50 tot 100 graden zijn en dan ga je hem weer afstellen op de juiste temperatuur. Nou, we zaten net op 100 graden. De druipan gaat op de convector. Dat is ten eerste voor het vet wat er afdruipt. Als dat op de convector komt en de convector wordt warm, dan gaat die rook geven. Die rook is bitter, want dat vet gaat verbranden. Door de druipan, door het vocht wat erin zit, valt het vet mooi in het vocht en kan het niet meer verbranden. Andere reden is dat het vocht natuurlijk een klein beetje gaat stomen, geeft een beetje damp af. En je krijgt luchtvochtigheid, ga je op peil ermee houden. Dus ongeveer 30% luchtvochtigheid kan je extra toevoegen door het vocht. Buiten dat proef je het ook echt terug in je product. Dus daarom heb ik nou rode wijn gepakt, er zit een tintje knoflook in en een takje tijm. Maar je kan natuurlijk alles pakken wat je lekker vindt. Heb je water, gooi er wat kruiden in. Extra smaak geven aan je product. De buikspek heb ik gerubt, lekker ingevreven. Normaal gesproken zit het dus 24 uur in de koelkast. Hebben we vandaag geen tijd voor. Dus wij gaan hem gelijk opleggen. Ik leg hem erop, eigenlijk ondersteboven. Het vet aan de bovenkant. Het vet dat gaat dadelijk op die lage temperatuur wegsmelten. Zorgt ervoor dat het vlees niet uitdroogt. En geeft natuurlijk heel veel extra smaak af aan je vlees. Deze ligt er nou een paar uur op. Deze net. Nou, daar gaan we kijken wat het verschil is. En nu gaan we die op 90 graden proberen door te garen. Roken heb je eigenlijk in drie soorten. Ik pak ze er even bij. Drie soorten rookhout. Je hebt rookmot. Ik zal even rookmot laten zien. Dat is eigenlijk zaagsel. Zo kan je dat zien. Dat is heel fijn. Is dat en dat gebruiken we om koud te roken. Koud roken gaan we vandaag niet behandelen, want we vinden dit echt een basisworkshop. Maar om heel even kort aan te geven wat koud roken is. Ik heb hier toevallig ook zo'n cold smoke generator liggen. Dit is een cold smoke generator, die vul je met mot. Daar zet je een vaccinelichtje onder. Als het gaat smeulen, haalt het vaccinelichtje weg. En het gaat heel langzaam smeulen. Dit zet je dus in je kamado als houtskool uit is. Gaat heel langzaam smeulen, ongeveer 10 uur doet hij daarover. En zo kan je een product zonder temperatuur kan je toch op een bepaalde manier garen en smaak geven. Denk aan koud geroken makreel of zalm of dat soort, die ken je waarschijnlijk wel van heerlijke lunchgerechten.
Maar denk ook aan boter koud roken of kaas koud roken of ja, wat kan je allemaal nog meer koud roken, Zoe? Alles, eigenlijk alles. Heel veel lekkere dingen. Precies. Ja, pekelen eerst, zo om het extra smaak te geven. En het is eigenlijk natuurlijk ook een conserveermethode, waardoor je producten langer goed blijven, maar vooral echt enorm lekker. Als je het inderdaad over die zalm hebt, gerookte zalm in de supermarkt of vers thuis zelf roken, ja, dat smaakverschil is echt enorm. Dus het is echt een hele leuke techniek om thuis in de toekomst eventueel te gaan doen. Ja. Maar vandaag hebben we daar geen tijd voor, helaas. Precies, want we gaan warm roken, hè? Ja, ja, ja. Wat gaan we met het warm roken gaan we doen? We gaan rode wijnchunks gaan we toevoegen aan de buikspek. Want de buikspek, het rauwe gedeelte, moet natuurlijk even extra smaak krijgen. Daarvoor gebruiken we die chunks, want die roken veel langer. Een uur tot drie uur lang kan je zelfs rook krijgen door middel van de grote chunks. En welke temperatuur je zit. Rode wijn, nou, is heel lekker. Heb je het al laten zien? Nee, nog niet. Oh, super. Rode wijn chunks. Nee, je was heel snel terug. Ja. Rode wijn chunks, nou, is natuurlijk eikenhout. Eikenhout is wat zwaarder, dus dat kan vooral goed bij rood vlees. Maar buikspek, hè, varkensvlees, kan er ook heel goed bij. Je ziet dat de wijnkristallen er ook echt bovenop liggen. Bordeaux-rode wijn. En als je dit toevoegt, ja, helaas kan je het niet ruiken thuis, maar als je dit toevoegt, dan ruik je echt die bordeauxrode wijn naar boven komen. Super lekker. Ik ga twee stukken toevoegen. Dit zijn kleine chunkjes. En ik wil wel dat de buikspek natuurlijk extra smaak krijgt. Als Joey heel even handschoenen aantrekt en de convector optrekken. We hebben net natuurlijk de Green Egg heel even open gehad om de uitleg te geven. Nou, je ziet gelijk dat hij al 10 graden omhoog is gegaan. Dus het is altijd heel belangrijk om die zo dicht mogelijk te laten. Als we hierin kijken, je ziet dat de houtskool, zet hem heel even neer anders. Je ziet dat de houtskool eigenlijk niet echt aanstaat. Hij is bijna uit. Nou, ik ga nu op zoek naar het roodgloeiende kern. Hier zie ik een kleine roodgloeiende kern in zitten. Dat is het enige wat aanstaat. Nou, daar ga ik echt die chunks hout tussen stoppen. Zou ik ze plaatsen op het zwarte houtskool, dan zou die op een gegeven moment stoppen met roken. Want hij komt niet meer in contact. Ja, nou, ik begin het nu al te ruiken, dus ik weet dat ze goed geplaatst zijn. En dadelijk gaan we zien dat hij gaat roken. Gelijk weer dicht de deksel. En dan gaan we hem op die 90 graden lekker doorgaren. Zou je nou snippers gebruiken, die kun je natuurlijk door je rooster heen strooien op je roodgroeiende kern. Is vaak voor wat hogere temperaturen. Als je bijvoorbeeld 180 graden zit en je wilt je vlees extra smaak geven. Of je zeebaasfiletje wat je heel even gaat grillen. Die snippers, hogere temperatuur, betekent ook dat ze heel kort roken. Ze zijn ook kleiner, dus ze branden ook snel op. Als je een klein beetje op je hand legt en je zou dat door je rooster heen strooien, heb je een lichte rook gedurende 6 tot 8 minuten. Voeg je wat meer toe in een kern, dus echt je handen bij elkaar houden en alles op dezelfde plek leggen, heb je al langer ook, 10 tot 12 minuten. Nou, tegenwoordig hebben ze natuurlijk ook heel veel andere accessoires, bijvoorbeeld smokerboxen, die je daar kan voor gebruiken. En dan kan je zelfs tot 20 minuten rook krijgen met snippers, soms wel eens langer. Maar ja, dat is meestal niet nodig voor die techniek. Snippers heb je natuurlijk ook in heel veel verschillende smaken. Nou, qua smaken, rode wijn heb ik al behandeld, eikenhout is zwaarder, past bij je rode vlees, varkensvlees. Je hebt ook heel veel fruitbomen, appelhout, kersenhout en alle houtsoorten hebben smaakeigenschappen. Bij appelhout wil het niet zeggen dat je appels ruikt en proeft, maar appelhout heeft een beetje de eigenschap dat het een beetje een licht zoete rook is, waardoor het weer heel goed bij je zalm of bij je witvis past. Kersenhout is frissurig, zou weer ook heel goed bij varkensvlees, kip, maar ook weer vis kunnen. Zo kan je eigenlijk qua smaken alles afstellen naar je eigen smaak en je product. Hou daar ook zeker rekening mee. De buikspek zijn we natuurlijk aan het slowcooken op een lagere temperatuur. Nou, daardoor houdt hij natuurlijk sappen vast, wordt hij heel zacht. Want buikspek is natuurlijk een redelijk stug iets. Maar als je het heel langzaam laat garen op lage temperatuur, wordt het dus zachter. Bij spareribs merk je dat heel goed. Als je spareribs op 80 graden gaart, dan heb je al ongeveer 8 uur nodig. Maar dan heb je aan het eindresultaat dat je het bordje eruit kan trekken. Wil je zeker weten dat het nog makkelijker wordt en dat het in ieder geval goed gaat, dan kan je na een uur of na drie uur, ligt aan hoeveel rook je wil hebben, kan je ervoor kiezen om je buikspek of je product waar je gaat slowcooken bent, in te pakken in aluminiumfolie. Vaak zie je dat ze dan appelsap of cola erbij stoppen, want die producten zijn extreem zuur. Die enzymen breken af, waardoor je product nog malser wordt. Echt een klein beetje
appelsap of cola. Inpak in aluminiumfolie. Het vocht wat onderin zit in de draaipan kan je met draaipanmalden natuurlijk gewoon uithalen. En je product, wat aan het slowcooken is, ga je weer terugleggen op je Kamado. En dan laat je hem eigenlijk gedurende dat hij gaar is, kan natuurlijk 6 uur zijn, kan 8 uur zijn, kan ook 12 uur zijn. Laat je hem op dezelfde temperatuur, dus in dit geval 90 graden, laat je hem doorgaren. Als hij dan helemaal gaar is, 80 graden kern voor de meeste producten, maar dat kan je natuurlijk op internet heel mooi vinden en de recepten krijg je natuurlijk ook toegestuurd. Haal je hem uit de verpakking, uit de aluminiumfolie en dan laat je hem eigenlijk korsten. Nou, dadelijk gaan we laten zien wat we daarmee gaan doen. Nou dacht ik, misschien kunnen we in de tussentijd het buikspek nog een keer een lakje geven. Ja, lekker. Dat is natuurlijk al, als we dadelijk met de ribeye klaar zijn, dan gaan we alweer terug naar het buikspek. Ja. En daarom hebben wij vanochtend al het buikspek opgelegd. Want eigenlijk moet die 9 uur op 90 graden garen. Nou, we hebben de temperatuur iets omhoog gebracht, omdat we iets korter de tijd hadden. Maar eigenlijk het recept is 9 uur op 90 graden. Ja goed, wij doen er vandaag gewoon lekker kort over. Daarom lag ook al een stuk buikspek lag er lekker op te garen. Maar die moet wel regelmatig aan het einde, vooral in die laatste fase, moet die regelmatig even ingelakt worden. Dus daar heb ik het lakje voor gepakt. Wij gebruiken vandaag een hoisin saus om hem lekker in te lakken. Om toch wat een Aziatische invloed zeg maar, in dat buikspek te krijgen. En dat buikspek is eigenlijk gewoon meerdere keren gewoon lekker rustig inlakken. Je ziet dat er nog lekker veel rook uitkomt natuurlijk. En ik zal dan het achterste stukje even lakken natuurlijk, want het voorste stukje hebben we er opgelegd, toch? Ja, klopt. Ja. Het hoeft helemaal niet dik. Het is gewoon lekker om meerdere dunne lagen te doen en dat hij lekker kan intrekken, lekker kan karamelliseren eigenlijk aan de buitenkant. Dus ik laat hem dadelijk gewoon lekker indikken en dan draai ik hem een keer om, doe ik de onderkant nog lekker in sausen. Dan misschien nog een keer, dat ligt er een beetje aan hoe we met de tijd zitten. En dan is buikspek ook eigenlijk al klaar. Gaan we daar nog wat garnituurtjes bij maken. Zeker. En alweer een feestje. Top. Joey is natuurlijk die buikspek lekker aan het lakken geweest. De lak die is redelijk glimmend als je hem aanbrengt. Dus dat met een kwastje even een dun laagje over de buikspek heen smeren. Dan is hij heel glimmend. Laat hem dan even liggen. He, dan gaat hij karamelliseren. Dan dampt hij een beetje in. Op een gegeven moment zie je dat hij een klein beetje mattig wordt. He, het glimmende gaat er vanaf. Dan kan je hem eigenlijk weer draaien en de andere kant eventueel ook lakken. Doe dit niet te vaak, want dan krijg je natuurlijk een hele dikke laag karamel. Maar eigenlijk kan je dit wel gedurende een uur langzaamaan iedere keer een dun laagje lakken. Zodat je een mooi karamel om je buikspek in krijgt. We hebben hier de garnituren voor de buikspek. We hebben hier rozenwaardappeltjes. Rozenwaardappeltjes zijn mooi rode schil. Heel smaakvol. Thuis kan je natuurlijk een quiche maken. Je kan eigenlijk alles met die aardappel doen. Poffen direct in de houtskool. Poffen op het rooster. Je kan ze gewoon apart leggen. Je kan er van alles mee doen. Je kan zelfs aardappelpuree maken als je wil. Maar wij hebben deze alvast voorgekookt. Aardappeltjes heb ik al voorgekookt. Die gaan we even kruiden met zout en peper. Druppeltje olijfolie. Lekker insmeren. Klein beetje zout en peper alvast op. En die rozenwaardappeltjes, die lekker gemarineerd zijn. Ga ik ook nog een klein beetje extra smaak geven door garlic pepper. Kan natuurlijk alles toevoegen wat je lekker vindt. Kan natuurlijk ook een vers takje rozemarijn erbij leggen om mee te grillen. De aardappel, die gaan we met de platte kant, dus de opengesneden kant, direct op het gietijzeren rooster leggen. Gietijzeren rooster is natuurlijk warm. Die aardappel heeft wel veel zetmeel. Dus daarom is het belangrijk dat je hem laat liggen totdat hij mooie grillstrepen heeft. Merk je weer met de tang dat hij blijft plakken, laat hem liggen. En anders kijken we gewoon heel even naar de onderkant. Heeft hij mooie grillstrepen, ja of nee? Omdat ze al voorgekookt zijn, hoeven we niet te kijken naar garing. Alleen die grillstrepen om die extra smaak van die aardappel los te laten komen, is voldoende. Daarbij gaan we een kopje Little Jam sla grillen. Little Jam, hele mooie kleine romaine sla. Heel smaakvol. Suikersla wordt het ook wel genoemd. Nou, we hebben hier een heel klein bruin kontje. Dat is natuurlijk niet mooi. Ga ik eraf snijden. Dat is echt alleen voor het zicht. Want ik wil dat de blaadjes nog aan elkaar blijven zitten. Dus, ik heb nog het heel kopje. Bruin is eraf. Vervolgens snij ik hem
één keer in de lengte, net als bij de aardappel. Twee halve kropjes en die ga ik eigenlijk hetzelfde. Klein beetje kruiden. Olijfolie, zout, minimaal. Peper. Lekker insmeren. Goed. Laat ik heel even liggen voor de timing. Ik wil natuurlijk dat die sla er op hetzelfde moment afkomt als de aardappel en de buikspek. Nou, die buikspek die is goed, die is gaar, die is gelakt, dus die is smaakvol. Die kunnen we eigenlijk eten wanneer we klaar zijn. Die aardappel ligt erop, geel streepje. En zodra we die aardappel om gaan draaien, gaat de sla er met de platte kant op. Die aardappel heeft ongeveer 10 minuten nodig, de sla ongeveer 5 minuten. Als de sla er met de platte kant op gaat, gaan we die eerst grillen. Geeft ook wel extra smaak. Begint hij een klein beetje te kleuren, de sla, na 2-3 minuutjes. Dan draaien we hem om en dan gaan we er eigenlijk een druppeltje sojasaus in doen. 1-2 druppeltjes als je een zouteter bent. De binnenkant van de sla, die sojasaus die loopt eigenlijk door de blaadjes heen. Die zorgt niet alleen voor die smaak, maar die gaat eigenlijk ook nog je hartje, je kern van de sla, een beetje gaar stomen. Nou, ga je even kijken naar de aardappel. Nou, hij begint mooie streepjes te krijgen. Dus ik ga hem omdraaien. En dat betekent dat we de Little Jam sla erbij gaan leggen. Platte kant eerst. Op het gietijzer, direct boven de houtskool. Ik hoor het sissen, dus dat is een goed teken. Hè? Twee minuten. Okay. Dan ga ik ze draaien. Dus we hebben eventueel nog tijd voor een vraagje. Een vraag. Even kijken hoor. Toch nog het verschil tussen gietijzer en RVS? Ja. Dat vragen toch nogal veel mensen. Oké. Gietijzer, dat houdt zijn hitte vast. Wordt warmer als de omgevingstemperatuur. En vooral als je een koud product oplegt, bijvoorbeeld deze aardappel en die sla, blijft het warm. Daardoor krijg je die mooie grillstrepen op je product. Hè, wat we net gezien hebben bij de ribeye bijvoorbeeld. Die grillstrepen, die zorgen er eigenlijk voor dat je die smaak krijgt, die grillsmaak. RVS, staal, straalt zijn hitte naar buiten uit. En als je je product erop legt, dan koelt die af. Heeft die heel veel temperatuur nodig van onder om warm te worden, om uiteindelijk weer die grillstrepen te krijgen. Dat ga je eigenlijk met staal niet halen. Als je de ribeye op staal zou leggen en grillen op staal, dan heb je eigenlijk bijna één geheel. Dan lijkt die meer gebakken als gegrild. Plus die smaak van dat grillen ga je nooit op staal bereiken. Dus daarvoor heb je echt een gietijzer nodig. Wat wel misschien makkelijk is om te onthouden is RVS gebruik je eigenlijk direct als je er producten op legt die niet per se gegrild hoeven te worden of die geen kleur nodig hebben. Indirect vooral voor slowcooken. Want andersom werkt het natuurlijk ook. Stel ik zou mijn buikspek willen slowcooken op indirect en ik ga mijn gietijzer daarvoor pakken, dan wordt je buikspek bij je product, bij je gietijzer wordt warmer. Bij rood vlees zie je dan echt doorbakken plekken waar die dat gietijzer heeft geraakt. Omdat dat veel warmer wordt qua temperatuur. Dus slowcooken, indirect of als je geen kleur nodig hebt, RVS rooster. Als je grillstrepen wil, grillsmaak, dan alleen pak je het gietijzer rooster. Ja, dat is misschien wel iets voor ook de volgende livestream, als we die gaan doen. Om gewoon een keer een steak te grillen op een RVS en op een gietijzer rooster. Ja, dat is wel leuk, dan zie je ook het verschil. Ja. Ja. Ja, en vooral je proeft vooral het verschil natuurlijk, maar ja, je ziet ook echt wel het verschil. Hoe gaan de groentjes? Ja, de sla heb ik nou net omgedraaid. Heeft een mooi grillstreepje. De aardappel natuurlijk ook. Dus we gaan er een lekker druppeltje sojasaus op gooien. Hoppa. Deksel gaat weer dicht. En dan hebben we nog 2 minuutjes voordat we kunnen eten eigenlijk. Alweer 2 minuten? Ja. Oei. Volgende vraag dan. Seasoning van gietijzer. Zal ik dat uitleggen of weet jij dat? Nee, doe jij maar dan. Okay. Dat is ook wel natuurlijk een gietijzer rooster, maar vooral een Dutch oven of een skillet, hè, een koekenpan. Die hebben echt wel wat onderhoud nodig, vooral als het echt onbewerkt gietijzer is. Ik zag net een paar keer de vraag voorbij komen in de chat. Joh, hoe werkt dat seasonen nu? En hoe belangrijk is dat? Hoe vaak moet je dat doen?
Nou, het beste medicijn voor gietijzer om te onderhouden is eigenlijk gewoon om het vaak te gebruiken en om het vet te houden. Dus nooit helemaal het vet eraf halen in de vaatwasser, et cetera. Want dan zie je meteen dat gietijzer zal gaan roesten. Als dat nou gebeurt, is het helemaal niet erg. Je kan het er gewoon afborstelen en je kan hem opnieuw seasonen. Nou, hoe werkt dat nu? Want ik hoorde net ook al wat vragen, of ik zag wat vragen over welke soort olie. Eigenlijk gewoon een plantaardige olie. Ik gebruik altijd zelf zonnebloemolie. Ik zet mijn Kamado op 250 graden indirect, dus met de pleatsetter erin. Ik maak de skillet of de Dutch oven, laat ik de Dutch oven even in dit voorbeeld noemen, maak ik gewoon wel goed schoon. Dan ga ik eigenlijk met een doekje, dat kan met een keukenpapiertje zijn, ga ik een dun laagje zonnebloemolie aanbrengen over de hele buitenkant en binnenkant. Dan bak ik hem af in de Big Neck. Dat zal, ja, hangt even af van hoeveel olie je erop gooit. Ga het vooral niet te royaal doen, maar ook weer niet te weinig. Daar moet je echt even zelf je ontdekking in doen. Bak hem af, 250 graden, pak even 20 minuutjes, 30 minuutjes. En vervolgens haal hem eruit, laat hem afkoelen, nieuw laagje olie toevoegen. En dat doe je echt wel 3 tot 5 keer. Even afhankelijk van hoeveel seasoning je erop wil hebben. En dan heb je hem eigenlijk opnieuw geseasoned. Dus het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Maar het is wel iets wat je, als je gietijzer niet goed behandelt, moet je het vaker doen, het seasonen. Je ziet het ook vaak als je gietijzer een beetje wittig uit begint te slaan, dan moet je hem echt wel een seasoning geven. Want als hij gaat roesten, dan ben je eigenlijk al te laat. Nou, als hij gaat roesten, wil niet zeggen dat hij hem weg moet gooien. Want ook dat krijg je heel goed op die manier wat Joey net heeft uitgelegd, weer helemaal rechtgetrokken. Hij trekt echt weer zwart weg, bakt helemaal mooi uit en zorgt ook weer dat hij een nieuwe anti-aanbaklaag krijgt, bijvoorbeeld je gietijzerrooster. Dus dat is echt top. Ja. We hebben de aardappeltjes zijn goed. Zal ik de buik spekken? Ja, super. Kan allemaal op deze snijplank. Zal ik even komen? Ja. Yes. Super. Goed. We hebben hier nou lekker die gegrilde Little Jam sla. Nou, je ziet die sojasaus, die is mooi door de blaadjes heen gedruppeld. Heeft lekker die smaak gegeven aan het kopje sla. En heeft ook dat hartje van de sla gaar gestoomd. Hij is nog wel een beetje rauwig, maar hij is heel mals, heel sappig. De aardappeltje mooi gegrild, extra smaak. Nou, een goede rooswaardappel gegrild heeft echt heel veel smaak. Dus dat is echt wel gewoon lekker om dat te doen. Je kan natuurlijk eventueel nog een beetje barbecue saus bij doen. En de buikspek. We zien dat de buikspek nou mooi gelakt is. Hij is mooi glimmend nou. Buitenkant is mooi bruin. Hij is wel natuurlijk zacht. Slow cooken is een techniek waar je producten zacht maakt. Wil je hem nou toch een beetje krokanter hebben, de buitenkant, dan kan je de buitenkant wat laten indrogen. Door hem wat langer te laten liggen. Voor eerder uit de aluminiumfolie te pakken, bedoel ik. Of je zou hem eventueel in de koelkast kunnen leggen onafgedekt. De dag van tevoren, 24 uur, als je hem in de rub hebt gelegd, dan droogt het buitenste laagje vooral uit door de koelkast. En dan begin je al met een krokantere korst. Ga je hem dan alsnog inpakken in aluminiumfolie, ben je die korst wel kwijt. Dus dat heeft wel weinig zin. Buikspek gaan we aansnijden. Ik zal even netjes een tang pakken. Ik ben natuurlijk niet thuis hier. Bij slow cooken moet je niet verwachten dat je uiteindelijk een heel krokant product als eindresultaat hebt. Want de bedoeling is juist om het zacht te maken. Korstje kan je natuurlijk wel eventueel nog grillen of iets mee doen. Maar pas op, want ja, je ziet dat hij helemaal uit elkaar valt. Hij is al heel zacht. Nou, je kan nog zachter maken als je op die 80 graden blijft zitten. Nou, wegens tijdgebrek zaten we nu op 100 ongeveer. Recept wat jullie krijgen toegestuurd staat volgens mij 90 graden. Bij 90 graden heeft de buikspek een heel klein beetje bijt. Minimaal. Hij blijft net bij elkaar zitten, maar als je hem probeert te snijden met een mes, zal hij echt al wel uit elkaar vallen. Ga je hem naar de 80 graden brengen, ja, dan krijg je hem eigenlijk niet eens meer gesneden. Zo zacht is hij. En ja, dan trek je er gewoon meer draden vanaf. Net als pulled pork. Nou, ik ben blij met het resultaat in ieder geval. Ik zal even een voorproefje geven.
Blijf lekker. Nou, een stuk? Nou. Oh, een vreselijke baan hebben wij. Heerlijk. Ik heb er nog altijd geen spijt van dat ik ooit samen met Boy het Barbecue Spears Center ben begonnen. Want we eten hier zoveel lekkere dingen. En we zijn zoveel mensen aan het blij maken. Ja, iedere dag is echt een feestje wat dat betreft. Ja, buikspek is alweer klaar. Ja, dat was het buikspek, dat was de slowcooker. Misschien hebben we nog even tijd voor één vraag slowcooker tussendoor. Ja. We gaan eigenlijk heel goed qua tijd. Het is pas 4:15. Super, netjes. En wij dachten nog wel, we gaan vreselijk uitlopen. Dat gebeurt wel eens bij onze workshops namelijk. even kijken hoor. Kan je dat buikspek nu ook nog afgrillen voor een krokante buitenkant? Vraagt Mirjam. Ja, ja, ja. Kan zeker. Als je hem op 80 graden gegaard hebt en hij is heel zacht, dan kan je hem eigenlijk niet meer grillen, want dan valt hij uit elkaar. Wat je wel zou kunnen doen, is natuurlijk je buikspek terugkoelen. Geslowcooked vlees, dus niet alleen buikspek, maar natuurlijk alles. Als je dat terugkoelt, kan je het ook nog heel lang bewaren. Dus slowcooken ga je natuurlijk niet doen van, oh, ik heb om 6:00 komen mijn gasten, dan wil ik dat buikspek eten. En dan ga ik eigenlijk 's nachts beginnen uit mijn bed om iedere keer te zorgen dat die temperatuur constant blijft. Dat kan je gewoon op een zondag doen of op een zaterdag en zondag eventueel ook eten. Als je een klein beetje laat terugkoelen, dan krijgt het weer een beetje een vaste vorm. Valt het niet meer zo makkelijk uit elkaar. Hij houdt wel al zijn sappen en als het weer opwarmt, wordt hij weer helemaal zacht. Dat betekent dat je eigenlijk wel ruimte hebt om hem nog heel even te kunnen grillen. Pas wel op, want hoe zachter het vlees, ja, hoe sneller het uit elkaar valt. Ga je hem net als nu op 100 graden, dan is hij nog snel stevig genoeg en kan je hem eigenlijk na het slowcooken, eigenlijk net zoals bij de reverse sear, even op het gietijzer nog heel even kort grillen. Maar wederom, pas op dat hij niet uit elkaar valt.